Ik ben Eline, ik ben champion van de maand januari geworden. Ik ga zo backstage bij Antje een paar vragen stellen en dan ga ik de show zien met mijn vader. Ik heb er onwijs veel zin in. Hoe vind je het om de rol van Killer Queen te spelen nu hier in het Beatrix Theater? Nou, dat is wel een beetje een droom die uitgekomen. Ik heb die musical al 5 jaar op mijn lijstje staan. Ja. En dan weet je natuurlijk nog niet of je hem krijgt. Ik bedoel, dat daar gelaten. Maar ja. Daar ga je dan wel voor natuurlijk. Dus toen hij in Nederland kwam, dacht ik wel van wow, ik heb een kans. Ja, en als je hem dan ga je natuurlijk repeteren en dan ben je er helemaal druk mee bezig. En als je dan de eerste keer uit het liefje komt met de Killer Queen, weet je wel. Ja. Ja, dat is wel kipvel, kipvel moment. En eigenlijk heb ik dat tot nu toe nog wel elke voorstelling gehad, dat ik het echt een wow gevoel krijg. Ja, ja gaaf. Wel. Moest je auditie doen hiervoor? Ja, tuurlijk. Ja, ik heb wel gebeld. Tegenwoordig hoef ik niet meer in de gaten te houden wat komt er, want dan bellen ze zelf. Dus ja. Dus dat is wel lekker. Maar dan moet je gewoon met iedereen auditie doen. En dat is natuurlijk ook logisch. En dan moet je heel goed voorbereiden en ook heel hard voor werken. Ja. En als je dan een type bent, want musical is natuurlijk typecasting. Je moet een type zijn qua stem, maar ook qua uiterlijk. Dus ja, dat is natuurlijk ook één dingetje dat belangrijk is. Nou, en als je dan ook nog een goede auditie neer kan zetten, ja, dan krijg je in sommige gevallen wel eens de rol. Ja, leuk. En wat is dan de gaafste scène? Waar heb je het meest zin in als je hier komt en je bent jezelf aan het opmaken? Oeh, moeilijk. Want het zijn allemaal natuurlijk wel lekkere nummers, hè, van de Killer Queen. Ik vind Magic erg leuk, omdat ik een paal samen doe. Want de Killer Queen is wel een hele alleen, op zichzelf staande rol. Hè? Ja. Je bent heel veel alleen natuurlijk op het podium. En je hebt alleen met Paul Donkers te maken. En met name in Magic vind ik onze scène leuk. En het nummer is prachtig. Ja. Ik heb alleen heel erg hoogtevrees, dus ik vond het surfboard heel erg eng. Ik heb afgelopen zondag voor het eerst iets van... ik heb steeds eerst was het 2 seconden, toen 3 seconden. Nu heb ik iets van 10 seconden mijn handen losgelaten. Ja. Oh, ja. Dus langzaam komt het moment. Maar dat vind ik wel heel leuk. Maar ja, weet je, Another One Bites the Dust, dat is wel een van mijn favoriete nummers die ik zing in de show. Ja. Dus, Play the Game is ook weer lekker. Dus ik vind het moeilijk keuze te maken. Oh, leuk. Ja. En hoe bereid je hiervoor? Naast make-up? Ook nog qua stem? Of? Nou, we doen altijd om 6:30 physical warming-up. Dus dan gaan we met allen heel veel bewegen. En dan van 6:45 tot 7:00 is dan de vocal warming-up. Dus dan ben je met z'n allen in het repetitielokaal, ga je je stembanden opwarmen. En dan wordt er nog even een soort, er is altijd nog een soort meeting. Dus dan wordt er gezegd, nou die is al voor die, of weet je, die is die speelt. Weet je dat je alles weet? Ja, dan is er iets op, of dit of dat. Ja. Of je hebt iemand die heeft iets gewonnen. Ja. en dan ga ik gewoon naar de kleedkamer en dan ga ik inderdaad make-up doen. En dan ga ik zo meteen klaar met mijn make-up, ga ik naar de cameraman-kamer. Dan krijg ik een mooie rode pruik. Oh ja. En dan ga ik langzaam naar beneden, naar beneden kleden om. Ja, hoe bereid je je voor? Ja. Dat is het eigenlijk wel een beetje een soort routine dingetje wat je voor de show doet, denk ik wel. En dan vlak voordat ik opga, dan ga ik het nog wel altijd een beetje, oké, wat ga ik nu doen, weet je, Killer Queen teksten. En het is nog niet dat ik denk, ik vlieg even het podium op of zo. Nee. Daarvoor is de rol toch te groot, zeg maar. En het gebeurt toch best wel wat, hè. Ja, en heb je haast voor kledingen ook in deze show? Nee, de Killer Queen heeft wat dat betreft een onwijs luxe rol. De Killer Queen, die heeft ook een blokje, die gaat heel lang af. Ja. En dan komt ze even terug in de videoboot, weet je wel. Ja. En dan nog even Magic en dan gaat ze heel lang af. Ja. En dan komt ze weer terug voor Another One Bites the Dust. Dus dus helemaal geen haastkleding. Nee, absoluut. Ja, en de video's, zijn die live? Ja. Echt ook. Hoe vind je dat? Ja. Ik dacht ook dat het nep was. Ja. En toen schrok ik heel erg toen ik hoorde het echt. Dus ik dacht, nou dat kan ik helemaal niet. Met avond live. Ja. Zo moeilijk. Ja. Oh, sorry, maar dat lukt wel. Dat is, dat oefenen. Ja, oh leuk. En wat doe je in de pauze? Nou, dat ligt er een beetje aan. Of ik ga de mensen van de productie vervelen. Dat ga ik daar zeggen. Ja. Het is natuurlijk lang wachten. Of ik neem een laptopje mee en ik ga wat administratie doen, het mailtje beantwoorden, dat soort dingetjes. Ja. Of weet je, soms moet je wel eens teksten voorbereiden voor een ander optreden of iets wat je nog moet doen, een auditie of weet ik veel wat. Ja. Ja, dat is wel lekker, dan kan je dat doen. Ja. Ik heb nog niet de rust dat ik denk van ik neem een filmpje mee en ik ga lekker op mijn laptop een filmpje kijken of zo of televisie. Ja. Dat durf ik nog niet op de een of andere manier. Die rust heb ik dan nog niet. En weet je wel, als je namelijk een film gaat kijken, ga je echt in een hele andere wereld. Ja. Dat kan ik nog niet. Maar gewoon lekker een beetje op internet of een beetje twitteren en dat soort dingetjes. Ja, leuk. En is het lastig om zo nu in één keer alles goed neer te zetten? Ik moet met jou praten. Ja. En heel leuk zijn, want dan moet ik leuk praten. En dat, nee, het is wel niet. Ik heb de lastigste make-up die ik ooit moet doen was van Cats. Maar moest je dat ook echt zelf doen? Ja, moest je ook zelf doen. En dat was echt, dat vond ik wel echt, dat dacht, wow, pittig. Ja. Maar deze make-up had ik vrij snel onder de knie. En natuurlijk lukte die ene keer mooier dan de andere keer. Ja. Dat hou je altijd wel.
En ja. Kijk, maar het is wel ver weg, want je bent natuurlijk in theater. Maar ja, ik zit natuurlijk wel op de videocall. Ja. Dus je bent ook weer heel dichtbij. Want ja. Je komt natuurlijk heel close in beeld. Dus je kunt het ook niet al te slordig doen. Ja. Maar wel leuk, toch? Dilemma-meisjes, toch? Ja, precies. Lekker kliederen met... Ja. En als het doek dicht gaat, zeg maar aan het eind van de show, wat gebeurt er dan? Want dat zien wij natuurlijk niet meer. Ga je dan gelijk backstage en omkleden? Of? Ja, dan ga je wel gewoon gelijk natuurlijk naar je kleedruimte, zeg maar, beneden. Ja. En dan loopt iedereen gewoon af. En ja, als er wat iets gebeurt, dan lach je eens met elkaar. Of een beetje, praat je wel eens van toen ik dus bij de eerste keer 2 seconden mezelf me niet vast hoefde te houden, durfde los te laten, kwam iedereen, oh, je hebt je los. Ja. En dat soort dingetjes. Oh, als leuk. Wat gebeurt dan, of als iemand voor de eerste op deed, weet je wel. Dan, ja, maar meestal, kijk, het is ook voor ons wel werk. Ja. Snap je? Ja. Dus je gaat naar de show naar beneden en dan ga je omkleden. En dan ga je naar boven en dan doe je make-up af en de pruik af. En dan soms ga je nog even wat drinken. Ja. Een borreltje hier in de kantine, weet je wel. Maar ja. 9 of 10 keer ga je natuurlijk ook gewoon naar huis. Want ja, het is wel gewoon werk. Ja, de show zit erop. Ja, ja, weet je wel. Dus ja, dan ga je gewoon naar huis. Net als jouw vader en moeder die werken, die gaan op een gegeven moment weer naar huis, toch? Nou, ja. Dat is klaar in het kantoor. Soms heb je op vrijdagmiddag een borrel. En wij hebben vaak op zondagavond, eind van de week, een borrel, weet je wel. Oh ja, want maandag natuurlijk vrij. Maandag is vrij, ja. Dus dat hebben wij dan, want zeg maar de vrijdagmiddag een borrel hebben wij dan op zondagavond. Ja. En dat is het dan weer. Nou ja, goed, het is natuurlijk wel, het is wel, denk ik, een van de leukste werk wat er is. Maar Ja, leuk. Ja. Nou, dankjewel voor dit... Nou, je hebt goede vragen voorbereid. Ja. Ga je het zo zien nu? Ja. Oh, leuk. Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Maar niet voor de eerste dus? Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Ja. Nou, leuk. Ja, zeker. Heel veel zin in. Nou, dan ga ik extra mijn best voor je doen. Ja, dank je.